Hey allemaal en welkom bij een gloednieuwe Mytopia World video. Helemaal alleen deze keer. We hebben een aantal dingen gepland. En met we bedoel ik eigenlijk ik. Ik weet niet wie die we is waar ik het over heb. Wat we gaan doen is, we gaan vandaag eigenlijk het huis verkopen. Oh, ik sta nog in Venice. Waar ik best wel een tijdje gewoond heb. Als je op tab drukt zie je dat mijn naam links inderdaad dat gouden kleurtje heeft. Dat betekent dat ik in Uptown woon. En ik ga het huis verkopen. Waarom ga ik het huis verkopen? Heel simpel. Omdat een speler het huis heel graag zou willen hebben. En ik vind het persoonlijk, ik ben staf, owner, staf, je kent het. En dan zou je niet iets moeten vasthouden als er staat er ook gewoon een kal. Het was het gerucht dat Chocomel heel graag hier wou wonen. Dus, ik moet alleen één ding doen. Ik moet eerst alles creëren, maar kom binnen. Ze gaan het dus niet van mij kopen, ik ga hem te koop zetten. Ik weet niet meer hoe het moet. En oh my god, dat is allemaal leeg. Oh, dat is allemaal leeg, dan is het goed. Rauben, die woont ook bij mij. En Rauben, die heeft mogelijk een paar dingen verstopt hier. Dus die moet ik even ophalen en die moet ik meenemen. Is dit vol? Nee, is ook allemaal leeg. Die man heeft gewoon lopen sparen, joh. Oké, we gaan even heen. En dit huis is trouwens voor de mensen thuis 450, bijna een half miljoen euro. Insane. Hoe ga ik alles checken? Daar niet. Waar heeft hij alles neergelegd dan, in godsnaam? Ik denk gewoon letterlijk bij het bed. Heeft hij alles al opgeruimd? Heeft Rauben een eigen huis inmiddels? Ik denk het wel, hè? Volgens mij wel. Volgens mij is alles leeg. Zo niet... Pook je me even. Ik kan het huis als ik wil. Hoe doe je dat? Plot. Cel. Oké. Plot info. Het is nu te koop. Hij staat te koop. Laat je je baas doen. Oké. Ja, precies, precies. Oh, bij de ulti. Ja, oké. Chocobo wil heel graag dit huis. Is hij al van haar? Oh, mensen. Ja, nee, jij bedankt. Chocobel heeft... Je zat de naam veranderen. Ik ga je huis uit. Je zag de naam veranderen en je zag bij ons het geld erop komen. Dit huis is officieel niet meer van mij. Maar dat betekent wel dat er mogelijkheden zijn waar we zouden kunnen gaan wonen. En nou, toevallig hebben we een heel snel ingecheat autootje... om wat rond te gaan rijden. We zouden even kunnen kijken wat je voor 750k kan halen. Zou dat bijvoorbeeld, zou deze bijvoorbeeld kunnen? Plot info. Makkelijk, lachend. Deze dan. Oh my god, dit is groot hoor. Dit kan nooit. Nee, 1,2. Jammer. Jammer. Oh, die was wel vet geweest. Misschien... Wacht even, is dit van... Nee, dit is van niemand. Hé, hé. Elke keer als ik wil opnemen... Denk mijn PC zoiets van, hé, hey, we gaan herstarten. Plot info. 1,4. Jammer. Ik zou heel graag een speciale plek willen, maar ik weet niet of dat betaalbaar is voor het geld wat ik heb. Dit, ja, deze moet te doen zijn. Nadeel, je zit wel... Wacht even. Is het van iemand? 950. Zelfs dat is niet te doen. Oh my god. Waarom is wonen in Uptown zo duur? Nou snap ik waarom Chocomel op dat huis wou. Bratis woont daar. Ah, deze moet ook onbetaalbaar zijn volgens mij hoor. Oh, koek, koek. Ja. Nee, dit is onbetaalbaar. Als die andere al zoveel is. Plot info. Oh, geen plot. Ja, bro. Bro. Maar jullie hebben door. Ik. Oké. ik zoek een ander huisje. Daar komt het op neer. 1,6. Ah. Waarom is alles zo duur? We kunnen echt een heel dik huis in Vice kopen. Maar de vraag is of dat een upgrade is. Het gaat mij natuurlijk niet zozeer om het uurloon. Het gaat mij wel echt om het kleurtje in dit geval. Dit is insane duur. Dit is letterlijk het duurste huis. Nee, trouwens, dat is niet waar. Dat is deze. Dit is het duurste huis volgens mij uit de game. Zullen we even checken? Ja, ik weet het. Ik zit nog steeds in F5. 5,5 miljoen. Koekoek.
Misschien moeten we dan gewoon maar naar Westside gaan of zo. Is ook niet te betalen. Is ook niet te betalen. Dit is nog wat te doen, maybe. Wat nou als ik dit zou kopen, bijvoorbeeld? Gewoon dit kleine schattige huisje. Is niet heel groot. Plot info. Kijk, die kan dus. Oeh, is er iemand? Er is niemand met die kleur. Zien jullie dat? Maar dan willen we wel een wat specialer huis. Deze is niet te doen. Deze ook niet, denk ik. Wat is dat laatste huis? Deze. Die is niet zo groot, right? Nou, die moet toch al van iemand zijn, lijkt mij. Ik hou wel van de ruimte en de tuin wat het heeft. We gaan even binnen staan en... Niet te koop? Wait. Hoezo is die niet te koop? Kan ik hem echt niet kopen? Ik ga het gewoon proberen. Fuck it. 750k. Slash plot buy. Ah! Dit zou toch een vet huis zijn, jongens. Even een flyby doen. Slash fly. En gaan eens even kijken. Oef. Het heeft zelfs de gouden boom van Antropia, mensen. Nee, echt. Dit is een heel vet plekje. Omdat dit hele plot is allemaal nog voor jou. Dit, als het goed is. Denk ik. Weet ik eigenlijk niet. Plot. Oh. Plot. Nee, plot info. Maar dat is geen plot. Oh, nou. Dan houd dat op. Goed, we gaan verder kijken. Misschien iets anders in Uptown dan of zo. Ja, deze zou toch wel echt veel te duur zijn, denk ik. Eigenlijk moet ik gewoon zoeken op met de navigatie. Slash plot info. Oh, het staat aan de Uptown kant natuurlijk. Dat is echt fucking duur. Kan ik... zullen we even kijken of we het met de navigatie misschien kunnen doen? Huizenmarkt. En volgende pagina. Volgende. 125. WS. Downtown heb je echt heel veel. Uptown. 720. Vice City. Wat is WS dan? Ben ik echt zo dom? What the fuck is WS? WS? We gaan even kijken wat WS is, denk ik. WS. Westside. Dat is het. Ik ben inderdaad heel dom. Ja. Al een van deze huisjes zeker. Ja. Zo een mooie plek. Maar ik weet niet of ik daar... Oh my god, dit is ook vet. Wat kost die? Wat kost dit vette huis? 1,1 miljoen. Ik call het nu alvast. Plotinfo. 8,50. Close. Maar geen sigaar. Dan moet ik ergens een ton van aanzien te halen. Dat lijkt niet. Het is toch wel een stukje rijden. Alleen, oh, dit is dan weer zo ver afgelegen. Helemaal. We hebben hem. Anders deze waarschijnlijk ook te koop. Voor 7,50. Plot info. 8,50. En Frankie heeft hem gekocht. Oh my god. Dit moet hem zijn. En we hebben het bereikt. Plot info. 7,75. Het duurste wat ik kan kopen momenteel. Dikke vette keuken. We gaan even snel boven kijken. Wel een heel andere stijl. Oh, dit vind ik wel vet. Hier kunnen allemaal armrests staan. Ik vind het mooier dan het Uptown huisje, eerlijk gezegd. Wat hebben we hier? Hey. Kistjes. Oké. Moet er wel redelijk veel gebeuren aan het interieur, zie ik al. Het interieur is echt niet no bueno. Oké, we gaan nog even één keer kijken. Maar mensen, fucking veel geld, wat zouden jullie kopen? Laat het even achter in de reacties. Ik ben oprecht heel benieuwd. Terwijl we even naar pagina 13 gingen of zo. Westside, Downtown, Uptown. Ja, precies. Vice City, Westside, Downtown. Uptown 6,50. Ja, dat zijn die kleine rotdingen. Die wil ik eigenlijk helemaal niet. Zullen we eens kijken wat je kan kopen in Downtown voor 7,50. Ik ben bang dat ik gewoon weet wat het is. En volgens mij is dat ding achter de gemeente.
En dat, ik weet niet of ik dat geld ervoor over heb, eerlijk gezegd. We gaan even snel, snel rachen. Oh, dat is wel lekker. Hallo, kunnen we gewoon hier langs? En... ja. Oh, sorry, hij gaat al door. Ja, top. Auto is te snel voor navigatie, jongens. Ah, het is hier. Oh, maar dat kan nog wel eens leuk zijn. Gaan we ook echt... oh my god, hij gaat zelfs omhoog, die navigatie. Het is deze. Wait, is dit het? Oh. Oké, okay, ja, ja. Dit is piepklein en het zit niet aan de voorkant. Wat kost dit dan? Lotinfo. 8 ton. Oeh, 10k erbij. En ik woon recht tegenover de politie. Op zich heeft het wat. Huh. Wat zouden jullie doen, jongens? Bijna 8 ton. Een weekje online zijn en je hebt die 8 ton makkelijk. I don't know. Zal ik jullie even iets geks laten zien? Gewoon wat je kan fixen in een stadje als Westside. Of sorry, Vice. Want het gaat mij natuurlijk niet... oh. Het gaat mij natuurlijk totaal niet om, om het uurloon. Dat maakt me echt niet uit. Het gaat me om het kleurtje, maar ook wel een klein beetje om de, om de ruimte die je hebt, wil ik zeggen. Ik kan niet altijd rijden met dit ding. Oké, okay, we gaan heel even snel naar Westside. Dan wil ik jullie even kort laten zien wat je zou kunnen halen. En dan moeten jullie maar even bepalen voor de volgende video wat we daadwerkelijk mee moeten gaan doen. Oké, okay, ik weet dat het deze kant op was. En volgens mij kon je dit 3-story building gewoon halen. Wat als ze dit alleen willen slopen, de nieuwe burgemeester? Rauben. Plotinfo. Oh, makkelijk, lachend. Oh my god. Easy. En volgens mij waren er ook nog grachtenpandjes die ook wel te doen waren qua prijs. Nou ja, te doen is het nooit. Moeten we hier zijn, volgens mij. Dan gaan we niet vertellen dat dit enorme witte huis te koop is. Wait a minute. Oh my god, dit is vet. Ik kan hier heeft het een kelder? Sorry, ik ben even helemaal stil. Ik wist niet dat je zoveel kon kopen in Vice. Oh my god, wat een ruimte. Wacht, hebben we nog een bovenverdieping? Gewoon even spieken wat er zit. Oh, niks. Maar even, dit hele huis kun je gewoon kopen. En deze dan, wat is dit voor iets? Nee, dat zijn meerdere huisjes. Oké, okay. Dit ding. Maar dat betekent dat die ook kan. En die, en die. En deze toch niet, hoop ik. Dat kan als niet. Nee, dat kan niet. Plotinfo. Niet te koop. Oké, ik dacht al. Appartementje dan? Oh, zo. Ja. En dit, is dit ook een appartement? Of is dit één huis? Ik weet niet hoor, jongens. Wat zouden jullie doen? Ik kan kijken of ik het ene huis kan kopen in Westside. Maar je hebt ook een insane groot pand ervoor terug. Gewoon wonen boven de winkels, maybe. Pardon, wat de actual hell is dit? Van wie is dit? Van Axtro? Oh my god, hoe weet ik dat het van Axtro is? Gewoon naar de auto's te kijken. Dit huis? Dit hele pand? Eerlijk gezegd, dit gekke huisje zou ook kunnen, maar die is om te zien al. Dit is van Hilde, ja, snap ik wel, Hilde. Ziet er echt vet uit. En dit kan niet één ding zijn, toch? 6,50.
1. Zit er wat onder? Zit er wat in de kelder? Hebben we een kelder? Mini-kelder. Hele kleine kelder hebben we. 1, 2, 3, 4 verdiepingen, mensen. Waarvan dit nog niet eens ingedeeld is, volgens mij. Thuisbioscopen. Grote ruimtes met insane grote slaapkamers. Dit is nog niet eens de benedenverdieping? Oh wel. Waar is de deur? Hier. Boah, deze kan ook dus. Wat een pand om te halen. Is het de hoogste? Zo'n beetje. Voor mij is het zo'n beetje de hoogste. Ja, of je haalt één flatje hier. Voor mij kan dat ook. Plot info. Nee hoor, dat wil niet. Laat maar, is een miljoen. Jeez. Even serieus. Wat kost deze? Oh my god, wat kost deze? Niet te koop. Oh, wat kost deze? 1,5. Oh man. Ja, of gewoon een van deze huisjes dus. Maar dan het leukste lijkt mij deze wel. Is die groot? Nee, het is eigenlijk die van je eigen portemonnee. Maar deze was... 7,50. Zo fucking dik om te halen. Toch maar even kijken waarom die niet te koop is. Jullie mogen het bepalen, jongens. Laat je reactie even achter. Misschien kan ik het gewoon niet laten. En ga ik zo meteen een huis kopen. Ik weet het nog niet. Maar tot die tijd zou ik zeggen heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet even niet lekker mee te gaan spelen natuurlijk op play.mytopia.nl op Java en pe.mytopia.nl op Bedrock. Ja, je kan tegenwoordig via je mobiel spelen. Dan heb je misschien een video gemist, maar dat geeft helemaal niet. Wat ga ik doen met mijn huis? Wat zouden jullie doen? Laat het even achter in de reacties en ik zie jullie de volgende keer weer. Later.